80 seconden van... Het is een hele lijfelijke manier van zingen, eigenlijk. Ja. Bij klassiek ga je echt... Laat je het onderste van wat je zelf in huis hebt naar boven komen. Ik werk bij Koninklijk Theater Carré als theatermedewerker. Zie ik natuurlijk wel dat wij de 80 seconden vaker doen. Dacht jij toen ook op een gegeven moment van, goh, daar zou ik ook wel eens willen staan? Ik dacht eerlijk gezegd, ik heb het een paar keer gezien. En ik dacht altijd bij mezelf, volgens mij gaat het helemaal niet lukken met klassiek.